Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We rijden nu op een weg en er is echt bosbranden hier. Het stinkt echt heel erg. Het stinkt echt en je ziet. Oh, is dat veiligheid? Nee, ik denk wel dat het kan niet te rijden. Maar zijn ze al geweest en brandt ze nog wat na? Volgens mij is het gewoon geblust inderdaad. Maar ja. Sandy Point. Daar mag je helemaal niet meer in. Je mag helemaal niet meer naar die. Overal zit het nog water gewoon, hè. Smoke hazard. Smoke over road. Nou, we kunnen wel door. Ja, kom maar goed. Oh, dat stinkt ook. Ja. Het gaat helemaal in je neus. Goed daarom. We zijn nu in Orford. Oh nee, dat was op Tasmanië. Ik bedoel... Orbost. We hebben net even informatie gevraagd bij het informatiecentrum. En we weten eigenlijk niet waar we moeten gaan kamperen. Dit is iets heel anders. Ja, Raymond Island. Of bij een waterval in een national park. Of bij Lake Entrance. Hoe heet dat? Lake Tyers. Lake Entrance. National park is hier. De Raymond Creek Falls. We zijn nu daar. Je hebt hier ook watervallen, hè? Youngs Creek Falls. Dus weer verder weg. Oh, daar heb je die ganzen weer, hoor. Dit is ook alweer Gladys. Gladys en... Lake Tyers Yeti. We zijn nu bij de lookout point in Lake Entrance. Oh, east. Man, niet west. Dit is het oosten. Oh ja. Lekker smellen. Een café. Goedemorgen. Wij zijn wakker geworden in Lake's Entrance. We gaan nu beginnen met een ochtendwandeling. Hoe laat is het, weet je dat? 8 uur, 9 uur. Het is net 8:30 toen we weggingen. Ja, en het ziet er prachtig uit. Waar zijn we nu? We zijn nu op 19 Mile Beach. Beach? In dichtbij Bologna was het 7 Mile Beach. Ja. Dit is 19 Mile, dat is weer wat langer. Wat? Iets langer. Maar het is echt wel mooi strand. Het lijkt een beetje op Nederland. De dunes. Klopt. En dat zijn wij. Dan zijn ze bezig met zandspositie. Slimme mij. Goed opgeleid bij Adrie. Ja, hè? Toch? Hallo! Hallo! We lopen nu door Walhalla. Ja. Dorpje dichtbij Nirum. Ja, nou ja. Australische begrippen. Ja, precies. En het is een historic town. Een van de leukste die ik tot nu toe heb gezien in Australië. Ja. Hier zijn de Gold Rush begonnen in Australië. Ja. Dat kun je daar ook al zien. Maar het is nog wel echt of zo, want dat andere dorpje we hadden bezocht, dat is zo duidelijk nagemaakt. Ja, klopt. Maar het is gewoon, hier wonen ook nog mensen. En nog winkeltjes, hier wonen museum. 20 mensen lang. Echt? Ja, 20? Oh, vind ik nog best wel veel huizen dan. Ja, maar wel, niet echt. Vind jij nu ook veel huizen voor 20 mensen? Ja, maar het zijn ook allemaal dingen nagemaakt van. Oké, dat is wel. Daar een ja, ja, ja. Misschien 2 mensen. 18 te go. Lekker. Oh. Bank of Victoria Vault. Oh, dit is een vault.